Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een hele leuke samenwerking met Shein. Ik had vorige maand of zo, of twee maanden geleden, ook al een shoplog van Shein gedaan. Maar dat was niet gesponsord of zo. En dit keer heb ik de items toegestuurd gekregen. Ik wil altijd gewoon open en eerlijk met jullie zijn. Dus vandaar dat ik het gelijk vertel. Maar desondanks zijn het nog steeds items die ik zelf heb uitgekozen. Die ik zelf heel graag wilde. Het zijn weer allemaal leuke zomerdingetjes. Alles zit in deze tas. Dus als jij ook benieuwd bent wat ik allemaal binnen heb gekregen, blijf kijken. Het is vandaag aardig bewolkt, dus ik heb echt overal de lampen aangezet. Dus ik hoop dat jullie het zo een beetje goed kunnen zien. Ik heb volgens mij vooral jurkjes en ook een soort van t-shirt jurk. Oh, met een leuke riem erbij en zo. Ik ben zo benieuwd ernaar. Oké, ik ga als eerste gewoon één item pakken van de stapel. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het wel jammer vind dat ze alles in losse plastic zakjes verpakken. Want ja, ik vind het nou niet echt nodig of zo, maar oké. Oh, dit is een hele mooie lange jurk. Met... bloemetjes. Dit is de print. Super schattig. Hij ziet er heel erg mooi uit, maar ook lekker luchtig. Dan is dit de jurk. Er zit ook nog een riempje bij. Die lag op de grond, dus die was ik zeg maar vergeten. Ik moet zeggen dat ik de lengte heel erg leuk vind. Maar dat ik normaal niet echt een maxi jurk ben. Eigenlijk pas sinds vorig jaar dat ik een beetje maxi jurk ben gaan ontdekken. Ik vind het soms een beetje oma-achtig, zeg maar. En dat heb ik dus met deze jurk ook. Aan de ene kant vind ik hem echt onwijs leuk. Het printje is leuk, het stofje is lekker zacht. Er zit ook wel een soort van splitje hier zo aan de zijkant. Zoals je kan zien zit het ook hier. Ja, dus dat maakt het dan net weer wat soort van speelser of zo. En dat maakt het ook makkelijker om te lopen. Hij heeft hier zo niet heel veel inkijk, maar je hebt wel net een beetje décolleté. Hij heeft leuke soort van vlindermoutjes of hoe noem je dat? Een beetje wijde mouwtjes. Ik vind hem heel erg leuk, maar ik moet er wel aan wennen. Omdat, ja, nogmaals, het heeft een beetje oma-vibes voor mij, maar toch vind ik hem gaaf. Wat ik vooral leuk vind aan deze jurk is dat hij getailleerd is hier zo, dus door dat riempje. Kijk, zonder het riempje is hij ook wel getailleerd omdat hier elastiek zit, zie je. Maar dat riempje maakt het net even wat speelser. En ja, wat ik ook altijd lekker vind aan die langere jurken is dat je gewoon niet bang hoeft te zijn dat het omhoog waait of zo. En deze schijnt trouwens ook helemaal niet door, zie ik. Dat is echt super chill. Dat is ook vaak een probleem voor mij, dat dingen gauw doorschijnen. Weet je, dat je cellulitis door ziet schijnen, dat je je string ziet zitten. Dat vind ik gewoon niet chill. En met deze jurk hoef je daar totaal geen zorgen over te maken. I love it. Kijk hoe leuk dit is. Heel schattig. Ja, heel mooi dit. Op naar de volgende jurk. Het is lichtblauw. Oeh, dit is een soort van skater dress. Zo noemen ze dat volgens mij, skater jurkje. Het is lichtblauw met bloemetjes en dan heeft het van die plooien hier zo. Ik hoop echt dat dit mooi gaat vallen. Dit is het printje, super schattig. En er zit ook weer zo'n riempje bij, net als deze jurk. Oké, ik ben echt totaal verliefd op dit jurkje. Dit is echt zo schattig. Kijk nou hoe leuk dit is. Het is zeg maar net knielengte, het komt net iets over mijn knieën heen. En je ziet de plooien heel erg goed. Het is echt zo schattig. Het is een beetje retro-achtig door die plooitjes, maar het is toch ook speels. Ik moet zeggen dat dit riempje heel veel goed maakt, want zonder dat riempje zou het net iets missen, denk ik. Zo is het weer met het riempje. Ik kan hem lekker strak aantrekken, zodat je taille goed geaccentueerd wordt. Ik vind het zo schattig. Ik vind de halslijn heel erg mooi. Ik vind dat hij niet te veel inkijk heeft. En wat een groot pluspunt is van dit jurkje, is dat het verstelbare bandjes heeft. Dit is trouwens de achterkant. En ja, je kan hem dus net als een BH zeg maar strakker maken en korter maken. En dat vind ik altijd een heel groot pluspunt. Want dat hebben heel veel jurkjes vaak niet. Ook zit het hier zeg maar net boven dat riempje een beetje zo losjes. Dus dat geeft ook wel weer een leuk effect vind ik. Dat het niet allemaal zo mega strak zit. Ik vind alleen wel dat hij erg omhoog kruipt zeg maar. En dat staat, ja het kan wel, maar ik vind dat hij eigenlijk net wat lager wordt. Zie je zo? Dus dat je net een klein beetje décolleté hebt, maar geen echte inkijk. En dan is dit een beetje poofy, hoe zeg je dat? Je snapt wat ik bedoel. En dat vind ik erg leuk staan. Dit zijn ook echt van die ideale jurkjes als je uit eten gaat of zoiets. Als je bijvoorbeeld all you can eat sushi gaat eten. Want het is hier een beetje losjes. Dus altijd als ik echt zwaar ga eten, dan zwelt mijn buik echt op alsof ik weer 6 maanden zwanger ben. En met dit jurkje kan je dat dus lekker verbergen. Ideaal. Ik vind hem zo leuk, jongens. Wat vinden jullie ervan? Let me know. Ik vind het zo'n leuk printje. Kijk nou toch. Dan gaan we naar het volgende item. En
Dat is de t-shirt jurk volgens mij. Met alle fases van de maan. I love it. Het is zeg maar een wijd t-shirt. Oeh, hij is inderdaad wel lang. Maar ik ben bang dat dit net onder de naad van mijn bil komt. Maar goed, we gaan het zien. Ik ga nog niet oordelen. Dan zit er ook een soort van riem bij. Zie je? Heel erg leuk. En die kan je dan zelf strak trekken. Ik ben benieuwd. We gaan hem aandoen. Dit is het jurkje. Ik heb nu even de riem nog niet aangedaan erbij. Ja, je kan hem dus ook gewoon lekker als los t-shirt dragen. Dat denk ik dat ik ook ga doen. Hij is, ja, niet heel erg lang. Hier eindigt mijn bil, zeg maar. En hier eindigt het t-shirtje. Dus als je één keer bukt, dan is het koekoek. Dus ja, dat is niet echt mijn ding. Maar ik ga dit gewoon dragen lekker met een legging eronder of zo. En je kan bijvoorbeeld ook stylen met zo'n netpanty. Superleuk. En dan met leuke laarsjes eronder. Ik zou het bijvoorbeeld met mijn Dr. Martens aantrekken. Of met mijn Primark laarsjes met zo'n hak eronder. Zo'n soort van blokhak, zeg maar. Super gaaf. En als je helemaal fancy wil doen, dan kan je dit natuurlijk ook met een netpanty aan. En bijvoorbeeld hakken of zoiets. Echt, het is maar net wat je zelf leuk vindt. De ring die erbij zit maakt het ook echt heel erg gaaf, vind ik. Ik heb mezelf even wat strakker getrokken. Dat kan je zo aantrekken. Alleen vind ik dat hij hier zo weer een beetje losser laat. Dus ik doe hem even een beetje zo. Zodat hij zeg maar blijft zitten. Ik vind het zo gaaf. Kijk, dit is dan zeg maar het effect. Soms is het echt meer een jurkje. Dan heb je echt een beetje een soort van een taille erbij, zie je? Dus ja, het is maar net wat je leuk vindt. Je kan hem dus zo dragen, maar je kan hem dus ook gewoon als t-shirt dragen. Ik moet zeggen dat ik dit zo gaaf vind. Ik was een beetje bang voor deze riem. Dat ik dacht van, is het niet te hip voor mij, weet je wel. Nu ik hem aan heb, denk ik gewoon, wauw, dit is gewoon zo cool. Dit is gaaf. I love it. Het t-shirt stofje is trouwens ook heel erg lekker dik. Dus dat valt me heel erg mee. Het is echt niet zo'n goedkoop stofje dat je denkt van, nou, heel erg leuk. En dan het printje nog even van dichtbij. De maan, gaaf. Alles is trouwens in maat large wat ik hier heb. Dus op de site staat er geloof ik large of 40-42. Dat zijn al die dingen. Ik heb altijd maat large op Shein. En tot nu toe zit alles eigenlijk goed in die maat. Dit is weer een soort van bloemenjurk. Alleen dan is het ander bloemenprintje. Dus het zijn niet van die fijne bloemetjes. Maar het zijn zeg maar een soort van grote bloemen. Dit is ook weer zo'n soort van printje. Dat, ja, het kan zeg maar oudbollig worden. Maar het hoeft niet. Dus ik had zoiets van, zal ik het bestellen? Ik dacht ja, want ik vind het leuk. Het trekt mij. Het heeft van die leuke vlindermoutjes. Ook weer, of hoe noem je dat? Van die plooitjes, roesjes bij de moutjes. En het heeft een rits achterin. En wederom zo'n taaieriempje. Dus we gaan hem aandoen. Dan hebben we hier de jurk. Het is een beetje qua lengte tussen midi en maxi in, denk ik. Zie je, het is maar net tussen mijn knieën en mijn enkels. Ik vind hem heel erg mooi uiteindelijk. Ik vind het geen oma jurk. Alleen ik vind die mouwtjes net een beetje too much of zo, denk ik. Ik weet niet, dit is zo'n geval van waarschijnlijk gaat dit wennen, zeg maar. Dus dat ik nu denk van, en als ik hem morgen nog een keer aantrek en daarna nog een keer, dat ik elke keer denk van, oh ja, het is eigenlijk gewoon een prachtige jurk. Hij zit aan de achterkant niet helemaal dicht, omdat ik hem natuurlijk niet zelf helemaal dicht krijg. Dus ik heb hem tot hier zo dicht. Maar ja, de achterkant is gewoon hoog, zeg maar, tot hier. Ja. Dus hij sluit gewoon mooi aan. Aan de voorkant heb je ook verder niet echt inkijk. Dus het is een hele nette jurk, maar hij is toch lekker zomers. Dus ja, de lengte vind ik heerlijk. Het is een lekker zacht en fleurig stofje. Maar het is gewoon net even wat anders en ik weet niet zo goed of dit mij helemaal goed staat. Dus ik ben wel benieuwd naar jullie mening over deze jurk. Wat vinden jullie van deze jurk? Hij is leuk, maar ik twijfel. Ik ben gewoon altijd heel erg verbaasd tot nu toe over de kwaliteit van de items. En dat had ik niet verwacht. Dus ja. Nogmaals, dit is het jurkje. Er komt ook zo'n riempje bij. Dat vind ik wel leuk dat bij al die jurken eigenlijk zo'n taaieriempje zit. Echt superleuk. Laatste item. Dit is ook weer zo'n soort van overslagjurk. Is het niet hetzelfde als die eerste zwarte jurk? Ja, het is een beetje hetzelfde. Alleen dan is deze wat korter, zie ik. En hij is bruin. Ik ben benieuwd. Dit is de bruine jurk. Ik vind deze onwijs, onwijs mooi. Het is bijna hetzelfde als die zwarte die ik als eerste aan had. Maar dan is deze dus korter. En hij is dus bruin, wat ik al zei. Deze komt echt net tot iets over mijn knieën. En hij heeft geen splitje aan de zijkant. Ik vind deze zo mooi. Ik weet niet wat het is, maar ja, die kleur geeft wel een beetje oma vibes. Maar op een leuke manier of zo, snap je? Het is echt zo'n jurkje waarmee je met zo'n mandje bloemetjes gaat plukken. Snap je mijn idee? Echt een beetje die collegecore vibes of zo. Vind ik zo gaaf. I love it. Ja, het is wat ik al zeg oma-achtig, maar ook weer niet.
Ik vind die halslijn wederom heel erg mooi. Dat was hetzelfde als bij die zwarte jurk. Dus je hebt wel zeg maar hier die blote hals. Maar ja, dit jurkje sluit gewoon prachtig aan zo over je borsten. Zodat je ook vanaf de zijkant geen inkijk hebt. Weet je, ik vind het zo flatteus. Ik vind het heel mooi staan. Ja, ook die mouwtjes weer een beetje los. Ik kan nooit die dingen goed omschrijven. Nou ja, je ziet wat ik bedoel. Dit. En wederom zit hier ook een riempje bij. Maar hij is ook weer lekker rekbaar. Dus als je ook een wat meer een buikje hebt hier zo aan de bovenkant. Dan ja, moet dat geen probleem zijn of zo voor dit jurkje. Dit zit ook echt heerlijk. Ik vind dat die gewoon mooi valt. Dat is net als wat ik hiervoor ook al zei. Dat die items van Shein, die ze vallen gewoon mooi. Soms heb je jurkjes die gewoon echt erbij hangen als een zak. Of die gewoon totaal geen model hebben. Of dat stofje te slap is, snap je. En met dit is het allemaal gewoon niet. Het zijn hele dikke stofjes die gewoon echt ja, goed zijn qua kwaliteit. Het schijnt niet door. Het is echt, ik ben hier zo onwijs blij mee. Ik vind het een hele leuke jurk. Echt heel erg mooi. Nu ben ik natuurlijk zoals altijd heel erg benieuwd. Wat was jouw favoriete item? Welke jurk vond je het leukst? En wat vond je van de jurk die ik hiervoor aan had? Dat was zeg maar mijn minst favoriete. Dus die bruine met die een beetje enorme pofachtige mouwtjes. En mijn favoriete item was eigenlijk toch wel het maan-t-shirt. Die vond ik echt fantastisch. En daarna denk ik deze jurk. Ik wil Shein heel erg bedanken dat ze met mij een samenwerking hebben gedaan. Dat vind ik gewoon zo fantastisch leuk. En ik ben er heel erg dankbaar voor. Dus let me know wat jullie het leukste item vonden. Dankjewel weer voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer je. En ik zie je weer bij de volgende video. Doeg!